Welkom bij het GameKings kanaal van 7 mei 2022. En het is een van de vetste weken bij GameKings. Een van de vetste weken überhaupt voor gamers, want het is E3. Het is natuurlijk geen E3, maar als de E3 was doorgegaan, dan was het eigenlijk eind van deze week begonnen. Want het zou volgens mij gepland zijn van de 10e of de 11e juni en dan tot de 13e of 14e juni. Maar. Gelukkig is daar nog Jeff Keighley met zijn Summer Game Fest en de Xbox en Bethesda persconferentie. Nou, Capcom is er ook alweer bijgekomen. Die gaat ook weer een evenementje doen. Uh, er gaat dus een hoop gebeuren en daar zijn we allemaal blij mee, want dat betekent gewoon een beetje spektakel. En spektakel hebben we nodig, want al te veel hele vette grote games komen er op dit moment niet uit. Dus het is E3, dus de komende GK-journaals kun je ook een klein beetje beschouwen als een GK E3-journaal. Ehm... Um, Waar gaan we mee beginnen? We gaan beginnen met de man die we net al noemden, en dat is Jeff Keely. Uh, Jeff Keely is de afgelopen week, afgelopen weken, druk bezig geweest om zijn evenement, de Summer Game Fest, uh, naar grootse hoogten ja, op te hypen, als het ware. World Premiere zit er in mijn mailbox. Fantastisch. En kom dat zien, want het gaat vet worden. En opeens gisteren uh, gaf hij een interview. Hij geeft veel interviews op dit moment, maar in het interview zei hij. Ho, 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 jongens. Uh, expectation management, alsjeblieft. Expectation management. Uh, hij zei... Hij, was, hij, uh, hij is ongelooflijk uh, excited... over wat hij allemaal gaat tonen. Meer dan 30 partijen doen mee. Uh, er komen massive games uh, voorbij. Maar het zijn meer een deel games... die al zijn aangekondigd... en waarvan je nieuwe gameplay gaat zien. Dus, zegt hij, ga nou niet verwachten... Uh, uh, dat er megaton-shocks, dat zijn zijn woorden, dat er megaton-shocks gaan komen. Uh, hij zegt, ik, ik heb ook, ook geruchten gezien al op het internet, die slaan echt werkelijk waar helemaal nergens op. Kortom, opeens begint hij het weer een klein beetje uh, uh, naar beneden uh, 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 te trekken. Waar hij eerst dus alles uh, op, uh, naar boven heeft weten uh, op te uh, pijpen, als het ware. Ja, goed, de waarheid zal wel ergens in het midden zitten... Ik denk dat hij gelijk heeft. Ik denk dat je niet echt games gaat zien die pas over één of twee jaar gaan uitkomen. Compleet nieuwe aankondigingen. Misschien wel bij de Xbox en Bethesda-persconferentie. Maar niet hier. De Summer Game Fest is echt bedoeld om de games die najaar. ...voorjaar 2023 uit gaan komen... ...en die even een extra boost te geven... ...wat ze normaal hadden gedaan tijdens de E3. Sowieso was de E3... ...en alle uh, persevenementen de laatste tijd... ...al veel meer gefocust op de games... ...die eraan komen... ...in plaats van die wijze vergezichten... ...aan de hand van een CGI-trailer... ...die überhaupt niks zeggend waren. Dus ik, ik kan me daar wel in vinden. Ik denk ook niet dat dat heel erg is. Um, en ik denk dat er genoeg... ...hele vette games gaan voorkomen. Ik ben even... Een rondje langs verschillende insiders gegaan. Even goed social media doorgespit. En, um, en ook even gekeken wat Jeff Keely zelf heeft aangekondigd. We gaan in ieder geval een aantal dingen zeker zien. We gaan meer beelden zien en gameplaybeelden zien van de Callista Protocol. Daar ben ik heel erg blij mee. We gaan um, een level zien, of althans er wordt een level gespeeld van Modern Warfare 2. Lijkt me hartstikke leuk. Verrassend overigens. Activision doet dat hier en niet in de Xbox en Bethesda persconferentie. Is natuurlijk wel weer te verklaren, want. Um, Modern Warfare of Call of Duty franchise heeft een marketing deal met de PlayStation. En dat houdt in dat alles wat getoond gaat worden, alles wat getoond gaat worden in de media, moet op een PlayStation 5 in dit geval getoond worden. Nou, het is een beetje raar om Call of Duty Modern Warfare in de Xbox persconferentie te tonen op een PlayStation 5. Dus vandaar dat we dat gewoon daar gaan zien. Um, Gotham Knights, ook dat is aangekondigd, daar gaan we mailbeelden van zien. Uh, dan gaan we een beetje toe naar. Vrijwel zeker. Uh, niet voor Speed 2022. Dat, dat gaat toch wel heel erg de er rond. De IA doet mee. Dit zou dan hun game kunnen zijn. Uh, anderen zeggen misschien Skate 4, maar ik denk dat het gewoon niet voor Speed 2022 is. Nog niet Dragon Age 4, dat is nog te vroeg. Uh, Saints Row gaan we 100% meer van zien en horen. Er komt ook een leuke aankondiging, waarschijnlijk. Voorspoken van Square, daar gaan we ook wel wat meer van zien. Uh, die was eigenlijk bedoeld voor de State of Play, maar daar is dus Final Fantasy 16 ingekomen. Uh, daar was dan weer verwachting voor dat Final Fantasy 16 al in 2022 zou uitkomen. Uh, maar dat wordt de dus zomer 2023. Ik weet niet wat er met Voorspoken aan de hand is. En Sonic Frontiers de Sonic Game die niet helemaal goed geland is, uh, daar gaan we ook meer van zien. Uh, dan, zijn er, uh, dan is er nog een leuk gerucht vandaag bij. Dat is uh, aan de hand van Team Bloober zelf. Team Bloober zelf heeft getweet dat ze aanwezig zijn op de Summer Game Fest. Dus dat zou dus kunnen betekenen dat ze misschien Silent Hill gaan laten zien. Want daar zijn ze mee bezig met, met die remake, reboot, wat het ook allemaal is. Uh, dus dat zou kunnen, weet ik niet zeker. En dan, uh, dit vind ik een hele opmerkelijke, kwam er een tweet voorbij van. Een van de betere en goed, uh, ja, meest goed ingevoerde uh, insiders. En dat is Robert Serrano. En uh, die zegt: All eyes on the upcoming Summer Game Fest: Event for Discovering the New God of War Ragnarok: gameplay trailer en more. Wauw, um, dat zou dus betekenen dat we God of War Ragnarok eindelijk gewoon de gameplay beelden gaan zien tijdens het Summer Game Fest-event. Kan dat? Ja, PlayStation heeft gezegd: wij zijn onderdeel. Van de Summer Game Fest. <coughs> Sterker nog, de State of Play had ook dat logotje in beeld. Um, ze gaan geen groot evenement doen in juni en juli, naar alle waarschijnlijkheid. Ik vind het alleen maar vet man. Als ze gewoon de Summer Game Fest. En dus eigenlijk ook een beetje de E3. Uh, positief aanpakken om ook gewoon hun fans hiermee te bedienen. En nogmaals, uh, God of War moet in. Het najaar uitkomen, dat is vrijwel zeker. Iedereen zegt dat die game on point is. Ik zie allemaal posts van uh, 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 voice actors die zeggen... ik heb mijn lines ingesproken, alles is klaar, het ziet er fantastisch uit, het wordt top. Uh, kortom, die, de, de PR wordt nu opgehyped naar een release data toe. Uh, ik weet niet of we die nu al te zien krijgen... maar in ieder geval, dat zou heel tof zijn dat God of War... Uh, Ragnarök daar te zien is. Uh, Robert Serrano tweette later ook nog even... dat hij weet precies wat er allemaal getoond is... maar dat hij zich nog een beetje twijfelt... of hij dat nu moet bekend gaan maken. Um, Robert, ik zou het niet doen. Uh, want dat haalt de hele show van het speculeren een beetje weg. Dus uh, dit is eigenlijk wat ik allemaal weet van de Summer Game Fest. Nou, als dat allemaal gaat komen... Vind ik het zeker nog niet. Uh, vind ik het zeker geen uh, tegenvallend iets. Um, The Rock komt ook nog. Dat is een van mijn helden. Uh, dat zal ongetwijfeld weer een beentje zijn. Dus. Ik denk dat het hartstikke leuk gaat zijn. Uh, vanaf, uit mijn hoofd, 7 uur op donderdag uh, gaan we de Summer Game Fest uh, gewoon streamen. Voorbeschouwing, nabeschouwing. Boris, skate en ik zitten erbij. Volgens mij Huey ook. Uh, Koos en Jelle komen misschien vanuit huis ook hun mededeling geven. Uh, dus kom er gewoon gezellig bij, jongens. Biertje erbij. Uh, laten we gewoon met z'n allen weer een E3-feestje gaan bouwen. Daar hebben we toch allemaal recht op en uh, daar hebben we ook allemaal zin in. Dus kom erbij. Dan gaan we naar de Xbox Showcase. Die is natuurlijk zondag 12 juni. En je weet het, als je erbij wilt zijn, de viewing party, uh, dan kan dat. Um, dat uh, doen we in Blast Galaxy met volgens mij vier of vijf presentatoren die daar aanwezig zijn. Uh, kun je gezellig de game? Kun je gezellig de persconferentie kijken? Met inmiddels al bijna 80 uh, communityleden. Uh, er kunnen er 100 in, dus ik heb nog wel wat plek. Um, en een uh, ja, drankje erbij, uh, lekker eten. Uh, we hebben een aantal toffe goodies die we ook gaan weggeven. Wordt gewoon hartstikke gezellig. En je kunt gewoon lekker gratis op de arcadekasten uh, gamen in een van de vetste arcade... nou, de vetste arcadehal van Nederland, Blast Galaxy. Um, mail even naar redactie -at als je erbij wilt zijn. Premium base, gratis entree. Wat gaat er eigenlijk allemaal dan gebeuren? Nou, er is nog niet heel veel qua geruchten uh, bekend. Een beetje vaag gerucht waar ik nog echt achteraan moet... is dat er iets van Fallout getoond zou gaan worden... Wat het dan is, weet ik niet. Ik vind het nogal wat. Want uh, er zal veel Starfield uh, zijn. Uh, en opnieuw al iets van Fallout, de nieuwe. Maar je weet het nooit. Um, Xbox moet wel wat doen. Nu Starfield is uitgesteld. Maar wat heel erg interessant is, is dat er niet één Xbox-event komt. Er komen er namelijk twee. Um, je hebt dus de Xbox Showcase die gewoon op 12 juni is. En dan 14 juni komt er een. Een, een, een extra event. En die heet dan de Xbox Game Showcase Extended. En waar de Xbox Showcase gewoon 90 minuten lang een rollende razende rollercoaster is van World premieres... en korte trailers. Um, korte gesprekjes, zal hier meer in depth worden ingegaan op de verschillende games die getoond zijn. Inclusief nieuwe trailers en nieuwe gameplay footage. Um, dit wordt. Um, om 7 uur s avonds op de 14e gewoon gedropt als een YouTube-filmpje. Dus dan kan je hem in één keer gewoon helemaal zelf zien. Dat gaan we ook niet streamen. We gaan het wel uit elkaar knippen en de volgende dag natuurlijk helemaal behandelen wat we ervan vinden. Maar ik vind het leuk uh, dat je gewoon nog meer info gaat krijgen over de games die uh, getoond zijn. Ik denk dat we dan ook zeker meer Starfield gaan zien. Dus ik kijk daar wel uh, naar uit. Dan wat nieuws over PlayStation. Uh, ja, wat gaan die doen dit najaar? Xbox leeg. Uh, Nintendo, ja, uh, geen Legend of Zelda. Dus dat zit ook niet helemaal stokvol met toppers op dit moment. PlayStation kan dan wel eens eventjes gaan scoren. Want het zou zomaar kunnen. En het gaat over het uh, belastingtechnische jaar 2022. En die loopt, ik ga mij niet vragen waarom, maar die loopt tot, tot 1 april. Dus tot 31 maart. Maar in die, tussen die periode... Zouden ze kunnen komen met God of War Ragnarok? Nou, dat is vrijwel zeker. Uh, The Last of Us Remake. Dat is een, een, een gerucht wat wel heel erg sterk is. Waar ik eigenlijk ook wel wat in zie. En dan komen er dus, dat hadden ze beloofd, twee nieuwe multiplayer games. Dat is de aanval... Van Sony op uh, games as a service uh, daar zijn ze nu nog niet sterk in. Daar moeten ze nu mee gaan beginnen. En ze hebben gezegd dat er in het boekjaar uh, uh, 2022 dus nog uh, uh, twee van die multiplayer games zou, zouden komen. Uh, nou, dan hebben ze ook nog wat timed exclusive. en marketing dealtjes en weet ik allemaal wat. Um, dus dat najaar dat zou best wel eens heel erg vet kunnen gaan worden voor PlayStation. En uh, als dan ook. Uh, Jim Ryan heeft beloofd dat de PlayStation 5 beter in voorraad gaat zijn. En je nu ook al ziet dat uh, de PlayStation 5's wat vaker gewoon in de winkel liggen. En al nou even blijven liggen. Helaas met een bundel. Dus kap daar nou toch een keer mee om die PlayStation 5's met fucking 300 euro aan troep te verkopen. Ik wil gewoon een PlayStation 5 en heel Nederland wil gewoon een PlayStation 5. Dan gaat het misschien wel eens een heel leuk najaar uh, komen. Uh, kort nieuwtje. Uh, weer van uh, Robert Serrano. Um, er komt een capcom. Showcase op 13 juni. Hij had daar een tweet over gedaan. Nou, hier zie je dat. Uh, June 13, 2022. Uh, even kijken. Dat is half twaalf s'nachts. Nou, dat is dus laat. Uh, Resident Evil Village. Story Expansion. Uh, Verse. Street Fighter 6, Monster Hunter. Rise Sunbreak. Dragon's Dogma. Exo Primal. En Pragmata. Het is gewoon een beetje een update van waar ze mee bezig zijn. Hartstikke leuk. Half uurtje lang. Uh, ik hoop dat ze er wat van maken. Want die... Showcases van Capcom en Square en uh, Konami die zijn soms een beetje tergend, maar hey alles is tof als het om een E3 vibe gaat. Dan gaan we nu even naar wat minder leuk nieuws. Uh, dat hebben uh, ja dat nieuws gaat over Prince of Persia Sense of Time. Daar komt dus een reboot remake van en uh, die is uitgesteld, die is daarna uitgesteld. Toen is die uitgesteld en nu is die zelfs helemaal uit de retail uh, uh, lijsten verdwenen, dus je kan hem niet meer pre-orderen. Deze game is officieel volkomen in development hell. Hij is nu weer teruggegaan naar Montreal, naar uh, Ubisoft Montreal, die ook de origineel hebben gemaakt. Hij is afgepakt, want hij zou gemaakt worden in India. Uh, gaat niet goed. Gaat totaal niet goed. Uh, en ik denk dat Ubisoft even alle drukte af wil halen. Ze hebben ook gezegd, deze game komt niet in 2023 uit. Dat is best wel insane. Uh, lang nog. Uh, ik, ik denk gewoon dat ze het niet goed krijgen. Ik moet ook even nadenken waarom niet. Maar uh, aan de andere kant snap ik het ook wel. Ubisoft ik bedoel Assassin's Creed, loopt goed. Far Cry, dat loopt ook wel goed. Just Dance doet het ook wel. Maar... Ze hebben de PR op dit moment even niet tegen. Dus ik denk dat ze gewoon geen bagger willen uitbrengen. Of games die niet helemaal af zijn. Snap ik helemaal. Dus we zullen hier gewoon nog even op moeten wachten. Uh, dan vind ik een leuke. Uh, er zou wel eens een nieuwe variant van de Switch kunnen kopen. En dan bedoel ik niet een Switch 4K. Nee, dan bedoel ik dus de huidige Switch. Maar dan Lite XL. XXL. Uh, door de midden. Uh, weet ik allemaal wat. Een nieuwe variant. En hoe weten ze dat nou, of hoe denken ze dat te weten? Dat, uh, dat hebben we te danken aan een Bloomberg reporter uh, die in Japan gevestigd is, die heet Takashi Mochizuki. En uh, die heeft gevraagd aan de bazen van Nintendo. die toen een, een, zo'n zo, 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 zo aandeelhouders speech uh, uh, over, over hoe het allemaal ging, uh, uh, vertelde. Uh, en die zeiden: uh, toen vroeg hij van: uh, komt er nog een nieuwe? Switch. En um, ja, daar zei hij eigenlijk gewoon helemaal niks op. Dat, dat ontweek hij een beetje. Daar draaide hij zo politiek gezien helemaal omheen en ging weer verder met zijn verhaal. En het grappige is, dezelfde vraag heeft hij twee jaar geleden gevraagd. Uh, exact dezelfde vraag. En toen gaf Nintendo een keihard um, ontkennend antwoord. Toen zeiden ze nee, dat gaat niet komen. Doordat hij het nu niet zegt, dat is typisch Japans. Um, door er omheen te draaien. Zou het wel eens mogelijk kunnen zijn dat er dus wel iets komt? En het najaar is een beetje leeg. Uh, de Switch doet het fantastisch, maar je ziet wel dat de verkoop begint te dalen. Ja, dan zou het dit najaar best wel eens tijd kunnen zijn om iets nieuws in de markt te leggen. Uh, we gaan het zien. Vond ik wel grappig. En dan tot slot. Uh, ik weet niet of ik hierom moet lachen of moet ik hierom huilen. Maar het laat ook wel een beetje zien hoe gamers uh, omgaan de laatste tijd met het. Console war idee, we doen zelf ook aan console wars, uh, dat is nou eenmaal gewoon spannend in de zin van uh, twee partijen die tegen elkaar knokken, concurrentie, uh, daar, daar, daar vind ik dat je als journalist een mening over hebt, ik vind dat je daarover kunt discussiëren, maar soms gaat het wel redelijk ver, nou, dan was laatste aankondiging dat Spider-Man uh, naar de PC zou komen, iets wat Insomniac uh, vier jaar geleden zei, dat gaat... Nooit gebeuren, nooit gebeuren, no chance. Uh, nou, dat gaat dus wel gebeuren. Uh, geeft ook een beetje aan dat PlayStation wel zijn beleid aan het aanpassen is op wat er op dit moment aan de gang is. Aan de gang is. En dan heb je van die mensen die zeggen, nou, Jezus, uh, dan snij ik ook daadwerkelijk gewoon mijn PlayStation Pro dwars door het midden. Fuck die shit, fuck PlayStation. Ik bedoel, ik ben ernstig gekrenkt. Deze game was alleen voor mij. bedoelt niet voor die fucking PC-proleten. Dit kan ik niet hebben. Ik kan dit niet dragen. Ik stop met gamen. Ik zaag mijn PlayStation door elkaar. Ja, bizar. Ik bedoel, ik... ik ik snap hier helemaal niks van. ik hoop dat het een grap is. ik vraag me overigens af. stel nou dat deze meneer spijt heeft. het is er overigens niet pio. pio is een uh, toffe uh, uh, insider als het om PlayStation nieuws gaat. Um, stel nou dat hij spijt heeft de volgende ochtend. denk je dat PlayStation dit nou toch weer aan elkaar kan krijgen als je het instuurt. gewoon van uh, met je hebt misschien nog wel uh, 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 hoe heet het nou een garantie erop dat je zegt ja fuel en door het midden gebroken. Ik bedoel, zou dit nog aan elkaar te lijmen? Zijn er techneuten in de wereld die dit nog gewoon aan elkaar kunnen krijgen? Dat vraag ik me af. Nou, ik, ik vond het trouwens wel een mooie PlayStation 4 Pro. Vind het zonde. Maar goed, dit is wat gamers doen als ze nieuws krijgen wat hun niet bevalt. Goed. Um, donderdag hebben we nog een GK-chanaal met het laatste nieuws. De laatste roddels, de laatste geruchten over het. Um, over de Summer Game Fest. Um, om. Een uur of vijf gaan we de Quarry streamen. We stoppen even een paar minuten... en daarna gaan we gezellig door vanaf zeven uur... met de grote Summer Game Fest stream. Kom er allemaal bij. Uh, koop, al lekker, uh, koop wat lekkers in. Uh, let wel even op de prijzen, inflatie. Um, en we maken er echt een fucking groot feest van. Um, kortom, gezelligheid. Wordt een toffe week. En donderdag weer een nieuwe editie van het GK-journaal.